15 maanden hard werken en eindelijk beloond worden. Woorden van Rabin Buddha, waarnemend directeur van de Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Center SHTCC. Vandaag bij de diploma-uitreiking van de koksopleiding in het SHTTC opleidingscentrum. De opleiding ging in 2015 van start met 39 studenten en is op een gegeven moment afgeslankt naar 24. Van de 24 studenten hebben 15 hun diploma's in ontvangst genomen. Volgens Buddha moeten de overige studenten nog enkele vakken overdoen. Hij feliciteert de geslaagden. Geslaagden, eindelijk is het zover. 15 maanden van hard werken is beloond. Gefeliciteerd. Ik zie het aan de gezichten. De een zal zeggen eindelijk verlost van de SHTTC. En meneer Hermelijn? De ander zal zeggen eindelijk geen rekenen meer. Klopt het, meneer Gewin? In ieder geval, ik hoop dat jullie een leuke en een leerrijke tijd hebben gehad bij de SHTTC. Michael Hermelijn, docent verbonden aan de SHTTC, is trots op de geslaagden en zijn collega's. Volgens hem is attitude een belangrijk onderdeel van de koksopleiding. Kok zijn is niet voor iedereen. Je hebt het in je of je hebt het niet in je. Toch attitude is een van de... Je hebt het in je of je hebt het niet in je. En je attitude is een belangrijk onderdeel ervan. En jullie hebben bewezen en laten zien dat jullie het hebben. En dat is belangrijk. Dus het komt allemaal verder wel goed wat dat betreft. Tevens ben ik ook trots op de SHTTC. Het team van docenten en trainers. Want als we kijken naar op het veld, in de keukens, toch? Sommige keukens bestaan geheel uit SHTTC-mensen, andere keukens bestaan voor een groot deel uit SHTTC-mensen. En dat hebben wij in nog geen, meneer Boeda, hoe lang? 4 jaar. Vierde groep in nog geen 4 jaar kunnen bereiken. Mijn doel is altijd geweest om het niveau in Suriname omhoog te tillen. Niet dat ik zo geweldig ben, maar... Ik probeer om mijn kennis over te dragen. Aldus SHTTC docent Michael Hermelijn vanmorgen tijdens de diploma-uitreiking van de koksopleiding van de Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Center. Naast de koksopleiding biedt de stichting diverse korte opleidingen in stad en districten. De koksopleiding en de MBO toeristenopleiding starten elk jaar in oktober met een beperkt aantal studenten.